Vandaag signeerde wethouder van Delft het kinderboek Pak het Bot in het Naturalis. Het boek is geschreven door de 12-jarige Corné Herman voor zijn broer Pierre. Beide jongens hebben de ziekte van Stargardt. Ik heb het boek geschreven voor mijn broer. Die heeft net als ik een bepaalde oogziekte. De ziekte van Stargardt heet dat. En hij heeft daarnaast ook een verstandelijke beperking. Waardoor het leesniveau van het boekje, dat moest worden aangepast naar een iets lager niveau. Dus. De signeersessie is een vervolg op de boeklancering van het debuut van Corné dat plaatsvond op 28 april. Binnen een maand waren er 100 boeken uitverkocht. De opbrengst van het boek gaat naar het Oogfonds. Met dit geld wordt wetenschappelijk onderzoek gesteund om een oplossing te vinden voor Stargardt. Wetenschappelijk onderzoek is erg hoopgevend voor Corné. Het gaat inderdaad naar een van de onderzoeken die dus heel erg bezig is om eigenlijk een soort pleister te plakken op het gen, waardoor de ziekte stopt. Het kan niet helemaal voorkomen worden, maar het stoppen van de ziekte betekent wel dat je nog een deel van je zicht behoudt. Corné ziet nu nog maar 20%. Dus 80% van zijn gezicht is hij al kwijt. Maar stel dat het hierbij beperkt zou kunnen blijven, dan kan hij, ja, datgene wat hij nu nog kan zien, kan hij dan behouden voor de toekomst. Dat zou natuurlijk heel fantastisch zijn. Via de crowdfundingactie is al veel geld opgehaald. Wethouder Yvonne van Delft keek een moment door de ogen van Corné met een simulatiebril die de oogziekte van Stargardt simuleert. In aanwezigheid van de kinderen van groep 8 van basisschool De Vink signeerde zij met deze simulatiebril 10 exemplaren. Met de actie gaf ze Corné een steuntje in de rug en vraagt ze aandacht voor de ziekte van Stargardt. Ja, dat was verschrikkelijk. Ja, want je ziet in het midden zie je helemaal niks, alleen een beetje aan de buitenkanten. En hij begon op een gegeven moment ook nog te beslaan, dus ik zag steeds minder. Natuurlijk vaak gezet, dus die zit er wel in. Maar je ziet wel, als je andere wat meer gecompliceerde dingen moet doen, ja, dan moet je het echt van de zijkant van je zicht hebben. Heel ingewikkeld. Corné schreef het boek voor zijn broer Pierre, die naast Stargardt dus ook nog leidt aan een verstandelijke beperking. Een verstandelijke beperking, maar daarnaast ook macula degeneratie, of nou ja, Stargardt, dat is een vorm daarvan. Hij ziet dus ook wat slechter. Maar zijn hersenen die pakken dat ook weer wat slechter op. Dus voor hem is het extra lastig. Hij ziet nu nog 10%. Het is een erfelijke oogziekte. Dus het is niet bijzonder vreemd, bijzonder toeval dat we het allebei hebben. Dus als je een donatie doet bij het Oogfonds, dan krijg je dit boekje. Dus het is een soort kopen, maar dan andersom. Naast de verkoop van het boek organiseerden de klasgenoten van Corné een sponsorloop waarvan de opbrengst ook naar het Oogfonds gaat. Ze deden deze sponsorloop op een bijzondere manier. Alle kinderen zetten een simulatiebril op om te ervaren hoe het is om minder zicht te hebben. In totaal haalden de kinderen €717 op. Meester Job is erg trots op zijn klas en op Corné. Ja, super trots. Ja, zeker. Ja. Ik heb hem zelf al gekocht. Ik heb hem ook al gelezen. En in de klas hebben we ook al een stukje gelezen van het boek. Dus... Maar we gaan nog wel één keer helemaal lezen. Heel erg naar en ook heel erg moeilijk om iets te kunnen. Het is best heftig. Ja.